Kleindiersportvereniging Streven naar Beter uit Asten maakt de laatste jaren moeilijke tijden mee. Jos van Rijven vertelt aan Harry van Horek van Sirius TV hoe de vereniging ervoor staat. Jos, we hebben een tijd terug gesproken over Streven naar Beter. Toen zag de toekomst er nog niet zo goed uit. Hoe is dat nu? Ja, dat is nu eigenlijk niet veel beter geworden. Omdat, je weet, de laatste tijd is het moeilijk om een tentoonstelling te organiseren vanwege de vogelgriep. Ja. Dat mag alleen nog voor de haren en niet voor de veren. Zo noemen ze dat bij de kleindiersportvereniging, zeg maar. En en de vergrijzing. Door de vergrijzing is het aantal leden natuurlijk ook een stuk minder geworden. Hoeveel leden hadden nog? Nou, nog ongeveer tussen de 20 en de 25. En dan praat ik over de hele regio, het is niet alleen maar een Asten. Nee, dat is alleen Asten. De vereniging van Asten heeft 25 leden. Maar gaat toch leden uit andere plaatsen, of niet? Ja, zeker. Want omdat er al een hele hoop verenigingen ter ziele zijn, zeg maar. Ook vanwege vergrijzing, vogelgriep. Die zijn gestopt en dan worden mensen die zoeken naar een andere vereniging, omdat ze toch ringen moeten bestellen en dan hebben ze een Fokkerskaart nodig en dan moeten ze lid zijn van een vereniging. Dus ja. We hebben zelfs mensen uit Veldhoven, uit Sterksel, uit Hit. Want het is natuurlijk overal moeilijk in elke plaats. Alle plaatsen is moeilijk. Want vroeger hadden ze elke plaats of elke gemeente had al een vereniging? Ja, elke gemeente had bijna een kleindiervereniging. Ja. En ja, die zijn dus, ook al de meeste waren al heel oud. Wij bestaan dit jaar, of het afgelopen jaar dan in 2023, bestonden wij 80 jaar, zeg maar. Dus dat is al een hele oude vereniging. Want hoe groot is de vereniging ooit geweest op zijn hoogtijd daar? Oh, toen hadden ze, ik denk wel 50, 60 leden. Ja. En toen waren ook de tentoonstellingen, die werden altijd gehouden in de oude klepel, zeg maar. Ja. Gemeenschapshuis. Tot in de kelder toe? Zat alles vol, tot in de kelder toe. Ja, praten we over meer dan 1000 dieren, hè? Ja. En als we tegenwoordig, de laatste tentoonstelling van ons was in 2019. En toen hadden wij denk ik nog 350 dieren of zo. Ja, dat waren de goede tijden, maar die komen niet meer terug. Nou ja, wij hopen dat nog steeds, hè, dat de geschiedenis zich herhaalt. Ja. En dat we toch nog een keer een tentoonstelling kunnen organiseren. Ja. Want ja, daar doen de mensen het eigenlijk voor. Hè? Die fokken beestjes en proberen natuurlijk zo goed mogelijk en zo mooi mogelijk te fokken. Ja. Maar het is ook dat de kleindiersport, die houdt een hele hoop soorten, zeg maar. Die van vroeger, die eigenlijk op uitsterven bijna weg waren, die rassen zijn weer teruggekomen door die kleindiersport. Ja, het moet dus blijven bestaan. Het moet blijven bestaan, ja. En, want het ligt niet aan de kleindieren zelf, hè? Want sinds corona hebben ook veel mensen een hond of een kleindier aangeschaft. Het aantal huisdieren dat is tijdens de corona ontzettend toegenomen. En, dan snapte je niet. Maar ja, die mensen hebben wel een diertje thuis, maar die willen ze eigenlijk niet binden aan een vereniging of zo. Nee. Want dan, daar ben je toch tijd mee kwijt. En je moet, ook als je bij een vereniging bent, dan moeten we eigenlijk ook laten zien en we eigenlijk ook inzetten voor de vereniging. Maar het is heel vaak familie op familie, hè? Vooral de jeugd. De jeugd die nou nog meedoet, die hebben daar van thuis uit meegekregen en die zijn er maar opgegroeid. En, kijk, zo jeugd zijn er maar weinig die daar starten. Ja. En het wordt natuurlijk ook steeds moeilijker, hè? Want als jij tegenwoordig, ik bedoel, die kleine boeren die zijn er niet meer en de jeugd die in wijken woont, als die een haantje houden dan, en die kraait 's morgens, dan wordt de buurman wakker, hè? Of de buurvrouw, die kennen dat niet meer zo goed hebben. En zijn de politieke partij, Partij voor de Dieren, dat is ook niet in jullie voordelen van? Nee, die maken van allerhande regeltjes, die zeggen bijvoorbeeld van de mate van hokken voor een konijn of een, dat slaat gewoon nergens op, want ik bedoel, die worden bij, de kleindierliefhebbers worden die gewoon perfect verzorgd, die zitten mooi in stro
Maar hun zeggen van, zo'n knijn dat moet kunnen springen. Dus je moet een kooi kunnen maken van meer dan een meter hoog of zo, bij wijze van spreken. Ja, voor een klein Hollandertje. En, ja, daar wil niemand aan beginnen. Nee, dat is ook gewoon belachelijk. Hè? Ja. En, want ik zeg altijd, die dieren bij de echte kleindiersportliefhebbers worden dieren gewoon perfect gezorgd. Dat kan gewoon nergens beter. Ja. Je hebt de uitzonderingen natuurlijk. Dat zie je nou met die hondenfokkers en zo. Ja. Maar dat is dan puur geldbelang. Maar dat is bij een liefhebber is dat niet zo. Ja, jullie als leden die houden elkaar in de gaten dat er geen misstanden zijn? Ja, en we doen bij elkaar hokbezoek en we gaan eens kijken en we praten erover. Hè. We komen maandelijks bij elkaar. Dan nog wel, ja. En dan is de vraag van, hoe gaat het? En altijd wordt er gevraagd naar fokresultaten en dan vertelde wat je gefokt hebt. En, dus je bent goed op de hoogte van hoe dat bij de andere leden gaat. Ja, je wilt naar de geschiedenis zich herhaald, op denkt wel dat er weer aan de weg getemd moet worden. Je moet als er geen jeugd bij komt, dan is het dadelijk gewoon afgelopen. Hè? En aan jeugd, is dat bij jullie ook nog 50 plus of is dat onder de 50? Nee, 50 plus. Daar ben ik al blij mee. Die mag gerust lid worden. Ik bedoel, die kennen nog 20, 30 jaar vooruit, hè, met zijn beestjes. En, en die krijgen ook meer tijd. Dus daarom zijn die mensen er nou ook nog bij, zeg maar. Maar, maar gunnen jullie elkaar, of jezelf nog wel tijd? Want binnen een paar jaar moet die club wel groeien, of niet? Ja, dat moet wel, zeg ik. Andere mensen komen die de carrion trekken, want ik ben zelf nu 76, dus misschien, je moet gezond blijven en dan blijf je het misschien doen, maar ik bedoel, die overgang die moet je al van tevoren regelen, want anders is daar in een keer afgelopen. Ja, dan moet je toch even vertellen, Jos, wat de voordelen zijn van zo'n kleine diersportvereniging om er lid van te zijn. Want de mensen moeten er voordelen van zien, hè? Ja, de voordelen van zien en je moet er plezier in hebben. Wat zijn de voordelen als je er lid van bent? Van de vereniging? Ja. Nou, je kent gegevens uitwisselen en mensen die zeg maar fokken, die kennen van alles. Kennen ze als ze problemen hebben met de dieren, bijvoorbeeld door ziektes of zo. Heel veel mensen die nou bij de vereniging zitten, hebben er ervaring mee, die weten wat ze moeten doen. Ja. En die gegevens die wisselden uit, maar ook wat bijvoorbeeld voer, waar je het beste kent voeren, of daar zit ook nog veel verschil in. En waar verstaan jullie onder kleindieren? Dat is zo'n eenden, konijnen, maar wat nog meer? Eenden, konijnen, kippen, duiven, cavia's, kleine knagers, dus zeg maar hamsters, maar muizen. Maar geen hagedissen of zo, of slangen? Nee, dat zijn reptielen. Hè. Maar dat zijn ook kleindieren. Ja, die zijn wel klein, maar... Die niet? Nee. Kippen, zei je al? Kippen en ook zeg maar de siervogels. Ja. Verzanten, pulpetaten, kwartels. Ja. Dat valt allemaal aan onder de kleindiersport. Want als dat er niet meer is, dan gaan die mensen die dieren ook niet meer houden. En dat betekent gewoon dat die dieren straks er niet meer zijn. Ja, die kans is groot, ja. Ja. Er zullen altijd wel bepaalde dieren blijven, maar bepaalde soorten die sterven gewoon uit. En dan worden daar via de kleindiersport worden speciaal clubs opgericht die echt met een bepaald ras bezig zijn en die willen dat ras weer terugbrengen, zeg maar. Ja, mensen interesse hebben, Jos, waar kunnen ze terecht? Nou, we hebben dus een site van de kleindiersportvereniging Asten. En de secretaris is Henk Verspeek en daar kunnen ze zijn eigen aanmelden. Ja. Maar het is wel, het is gewoon zeg maar heel belangrijk dat er jeugd bij komt. Want anders, ik heb het al eerder verteld, we hebben nou een gezellig clubje. En daarom gaan wij door, maar het hoofddoel is eigenlijk toch dat je een tentoonstelling kunt organiseren. En dat is een activiteit voor de vereniging en dat werkt naar buiten ook positief. Dan zien de mensen waar dat je mee bezig bent. En, maar ja, ik zeg al, landelijk is het ook een stuk minder, omdat vroeger hadden we elke provincie had een eigen provinciale tentoonstelling en zo. En dat is nu al opgedeeld in regio's. Dus
Misschien regio maar... Zuid, dat is nou Zeeland, Brabant en Limburg. Dat is groot, hè? Ja, dat is groot. Ja. Dus ja, het zal wij blijven gewoon proberen, we geven de moed nog niet op, we blijven het proberen om na 80 jaar vereniging niet de moed op te geven. En kijken, je weet in de toekomst niet wat er gebeurt, maar zolang als wij nog met een gezellig clubje bezig zijn, gaan we door. Op naar de 100. Ja, op naar de 100. Maar dat zal heel moeilijk worden. Maar we proberen het.